Ga 15 maart zwemmen of stemmen. We staan hier bij de zuivering in Apeldoorn. Elke dag komt hier heel veel afvalwater binnen en zorgen wij als waterschap ervoor dat het wordt schoongemaakt en dat vervolgens het water weer wordt teruggebracht hier het Apeldoornskanaal in en dan vervolgens weer richting zee. We staan hier in de bestuurszaal van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit is de plek waar het algemeen bestuur vergadert, zeg maar de gemeenteraad van het waterschap. En dit is de plek waar hele belangrijke besluiten worden genomen. En wat heel belangrijk is, zeker in deze tijd, als je kijkt naar de afgelopen zomers, dan zie je dat we voortdurend te maken hadden met watertekorten. En dan komen er hele belangrijke vragen op tafel. Op welke plekken zorgen we voor voldoende water? Hoe gaan we water besparen? En daar beslist het waterschap over. Maar denk ook aan de zuivering. Het zuiveren wordt steeds moeilijker. Was het eerst alleen vooral poep, plas en papier, nu komt er van alles bij kijken. Van alles een rotzooi dat door de toilet wordt gespoeld en dat moet worden gezuiverd. De SGP wil zich als goede rentmeester inzetten voor de leefomgeving. En water heeft daar een heel groot en belangrijk aandeel in. En dat betekent dat we vooraf willen investeren in onze omgeving, willen kijken welke plek water daarin heeft. En zelfs zoveel in te investeren, dat we kijken of we er energie uit kunnen halen. En zo wordt er hier in Apeldoorn al een woonwijk verwarmd op energie dat uit ons afvalwater wordt opgewekt. Maar denk ook aan een ander punt als veiligheid. Zo'n zuivering moet natuurlijk veilig zijn. Fysiek, dus er staan hekken voor, maar met cyberveiligheid, inbraken, digitale inbraken, moeten we er ook voor zorgen dat deze zuivering niet zomaar overgenomen wordt door anderen en daarmee onze waterveiligheid op het spel staat. Als het gaat over waterveiligheid kun je denken aan de dijk in ons gebied. Een mooi voorbeeld is de Gebbedijk, wordt nu weer versterkt voor de komende jaren. En dat zijn hele grote projecten. Projecten die gaan over tientallen jaren. En daarom is het belangrijk om als jongeren nu al je stem te laten horen. Zodat de plannen die gaan over onze toekomst, dat we daar ook achter staan, het mee eens zijn en dat we invloed hebben uitgeoefend. Als je bedenkt dat in de komende jaren, wat het kabinet nu heeft gezegd, er gebouwd moet worden en dat het gaat over 1 miljoen woningen. Ja, dan heeft dat wel gevolgen voor ons landschap. Heeft het ook gevolgen voor het water. Want als er meer water valt in kortere tijd, door klimaatverandering, ja, waar laten we dat water dan? Dan moeten we dat gaan opslaan, moeten we dat gaan bufferen, dan moeten we de bodem gaan aanpassen. Dat kan allemaal, maar dat kost wel geld. En dan moet de waterschap daar nu wel prioriteit aan gaan geven. En dat is precies wat de SGP in de komende jaren wil gaan doen. En daar hebben we jouw stem voor nodig. Ga 15 maart zwemmen of stemmen. Lekker hoor. Heerlijk zo in de winter.